Harry, jij hebt samen met de Universiteit voor Humanistiek en Human een serie gemaakt. Hoorcolleges Online serie. Waar gaat die serie over? Ik denk dat we in een hele spannende tijd leven. Een tijd waar heel veel mogelijk is, maar ook heel veel op het spel staat. En ik zie veel mensen met angst en kramp reageren. Oh, wat gebeurt er allemaal om me heen? Ik heb daar geen greep op. Laat ik me maar op mijn eigen leven concentreren. Want dat kan ik tenminste een beetje beïnvloeden. En al die grote wereldvragen. Dat is te complex. Dat is te ver weg. Daar kan ik niks mee. En waar het mij om gaat is dat we wel degelijk iets kunnen. In ons eigen leven, in ons werk, in onze omgeving. En dat dat heel erg belangrijk is. Dat we die kansen die zich daar voordoen om ons te verhouden tot die grote wereldvragen rond rechtvaardigheid en rond duurzaamheid en rond zingeving. Om daar in onze eigen omgeving inhoud aan te geven. En dat is de inzet van deze college-reeks om een kritisch humanisme te schetsen. En een kritisch humanisme dat ons kan helpen om wat meer met meer vertrouwen en meer energie. En wat meer inspiratie die vragen aan te gaan. Maar ook een humanisme dat kritisch staat ten opzichte van het moderne humanisme zelf. Ik wil eigenlijk drie begrippen uitwerken waarvan ik denk die moeten ook in een zelfkritiek op het moderne humanisme een nieuwe inhoud krijgen. Het begrip autonomie, heel belangrijk en onmisbaar, maar heeft ook hele grote grenzen. Omdat het toch onszelf als centrum van de wereld positioneert. Het gaat om ons leven en wat daarin gebeurt. En dat moeten we zo vrij mogelijk gestalte krijgen. En daartegenover wil ik het idee van autografie uitwerken. Dat we niet zozeer de wetgevers van ons leven zijn. Maar dat we eigenlijk de schrijvers van ons leven zijn. Maar dat betekent dat ons leven ook door anderen geschreven wordt. Wordt meegeschreven door anderen. En wij schrijven mee in het leven van anderen. We herschrijven en beschrijven elkaar. Zodat je eigenlijk van het begin af aan een relationeel begrip van het zelf krijgt. En ik wil een kritische analyse geven van rationaliteit en wetenschap en controle. Die heel erg in het teken staan van vergroten van autonomie en van vrijheid. De wereld doorzien en dan kunnen beheersen. Ik denk dat we aan de grenzen van die beheersingsmythologie aan het komen zijn. En dat de ecologische problematiek daar het grote teken van is. Wij beheersen ons ecosysteem niet. Wij zijn daar deel van en we moeten ons daar anders toe verhouden. En ik wil eigenlijk wat richtingen binnen het moderne denken verkennen, met name het kritische complexiteitsdenken, die ons kunnen helpen om beter, minder verkrampt, minder eenzijdig, minder fundamentalistisch eigenlijk met complexiteit om te gaan. En tot slot wil ik ingaan op het professionele handelen als politiek domein. Ik denk dat heel veel van de grote wereldvragen waar wij voor staan, dat daarover beslist wordt op het niveau van kennisintensieve organisaties en van professionals daarbinnen die zaken onderzoeken, regelen, beslissen, begeleiden, inrichten, besturen. En dat we eigenlijk voor een fundamentele herijking staan van het moderne professionaliteitsbegrip. Namelijk professionaliteit niet alleen meer op kennis en op controlemogelijkheden funderen, maar juist de normatieve inhoud, de morele strekking, de morele betekenis van professioneel handelen en de morele inspiratiebronnen van professionals meer centraal stellen en die voeden, omdat we in het omgaan met die complexiteit niet alleen rationele kennis nodig hebben, maar met name ook persoonlijke en morele inspiratiebronnen om daar goed mee in te gaan. En dat zet ik in deze colleges uiteen. Ik heb nog een vraag. Wie hoop je dat er gaat luisteren? Ik hoop toch wel 26 mensen. Wat voor mensen? Iedereen die het idee heeft dat hij in zijn eigen leven en zijn eigen werk nog iets te leren heeft. Dat wat hij nu snapt en doorziet, dat niet niks is. Maar dat het nodig is in onze tijd om zowel jezelf als de omgeving en de professionele context waarin je verkeert, om daar eigenlijk rijkere beelden van wat we zelf zijn, wat we samen aan het doen zijn, te ontwikkelen. En daar probeer ik ideeën en begrippen voor aan te reiken en ook voor te doen hoe leuk dat is. Ja.